Volendam won de laatste wedstrijd uit bij Helmond Sport door een treffer van Dodeman. Dik in blessuretijd. Het draait dus nog niet helemaal bij de ploeg van Wim Jong. Maar dit is wel een goede kans voor Jari Vlak. En de aanval is dan nog niet voorbij. Maar nu wel, want Alex Plat schiet royaal over. Vorig seizoen werd het 2-2. Nu is Go Ahead hier in de aanval. En is het Rabiaar die een kansje krijgt. Maar de redding is goed van Volendam-doelman Noordin Bakker. Go Ahead dat hij ooit promoveerde naar de Eredivisie in 2013 onder leiding van Erik ten Hag. Dan een opstootje. Er worden wat onvriendelijkheden uitgewisseld daar tussen El Kadiri en Eersteling. Maar allebei mogen vervolgens wel verder in een matige wedstrijd. Ook na rust. Terwijl er toch zoveel talent rondloopt op het veld. Zoals bijvoorbeeld deze Antonucci. Maar die scoort niet omdat zijn ploeggenoot Martijn Kaars in de weg staat. Ook dat nog. En dus nog altijd 0-0. De Eagles dan, de ploeg van Kees van Wonderen. Met Rabiaar opnieuw. Het is een lastig hoek. Het zal de laatste actie zijn van de Franse spits. Want dan is het tijd voor de rentrée van Sam Hendricks. Die zijn laatste doelpunt trouwens scoorde in dienst van Go Ahead Eagles in dit stadion in januari 2018. Een wedstrijd trouwens die Go Ahead wel verloor met 4-3 van Volendam. Toen dus heel veel doelpunten. Nu is het wachten nog altijd aan de dijk op treffers in deze editie van Volendam Go Ahead Eagles. Kort voor tijd. Dit is een invaller, Korbos. Die krijgt de bal opnieuw, draait. De Amerikaan schiet, maar de redding is daar van Noordin Bakker. En zo gaat ook deze kans er niet in. Teleurstellende editie van Volendam Go Ahead Eagles eindigt zoals die begon. 0-0 dus.